We gaan het hebben over A Plague Tale Requiem, een, een nieuwe game van Asobo Studios, opvolger van A Plague Tale Innocence. En hij komt uit voor de PC, de Xbox Series S en X en de PlayStation 5. Dus absoluut niet, zeg maar, Microsoft exclusief omdat hij op de Game Pass komt. Nee, hij is gewoon multi-platform voor iedereen beschikbaar. Komt hij niet ook op de Switch? Komt hij ook naar. Nou, er staat hier. Ja, Nintendo Switch staat hij ook op. Dat vind ik dan wel heel erg knap hoor. Want die game. Nou, daar ga ik al te veel verklappen. Um, heb jij deel 1 gespeeld? Uiteraard. Uiteraard. Ik, ik heb er een stukje van gespeeld. Toen kwam ik er op een of andere manier niet helemaal lekker in. Ik hoorde dat uh, van meer mensen. Ja, omdat het is een. Uh, hoe zou jij de gameplay omschrijven van? Plague Tale, zeg maar in in is algemeen. A Plague Tale is echt een action adventure vrij mm -hmm. lineair, ja. uh, met veel stealth elementen en ook wel de nodige combat elementen, maar niet op de kom, uh, niet op de manier waarop je het eigenlijk verwacht met uh, pistols en dergelijke. Nee, nee. Je, je bent vooral, vooral met een sling bezig, zo'n uh, waar je stenen en dergelijke mee kunt uh, slingeren. Ja, en uh, gaandeweg krijg je ook nog een crossbow tot je beschikking uh, en nog wat ander spul, maar dat is meer spul om niet direct een vijand te killen, maar ja, hoe leg je dat uit? Je kunt vu vuur, sulfur, ja. uh, ashes, kun je allemaal uh, uh, toepassen om bijvoorbeeld zwa zwaardere vijanden met, uh, hoe noem je dat, met van die... Ja, die die, die armor hebben, met, die harnassen. Uh, die, met armor aan, harnassen inderdaad, uh, om ze alsnog uh, ja. te killen. De game, game dwingt je eigenlijk de stealth kant op. Ja, maar ook niet helemaal. Hoor. Want je kunt er ook voor kiezen om af en toe gewoon een sprintje te trekken, weg, nu uh, weg te sprinten en, even, uh, en vervolgens een, een bosje verderop het op te zoeken om uh, door de knietjes te gaan. Klopt. Wat in deel 1 mij wat tegenstond, dat is gewoon weer een, 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 een menselijk gebrek bij mij, is dat. Uh, de, zit, de, de bedoeling is dat je exploreert, dat je het verhaal ontdekt uh, over, over Hugo. Hugo is een jongetje. En, uh, is dat het broertje van uh, Amicia? Ja. En inderdaad, en van Lucas? Uh, ja, Lucas is, uh, is een familie. Oké, is geen oh, familie. Oh. Okay, ja, in ieder geval, die jongen die is uh, even heel simpel gesteld: uh, die heeft een vloek op zich, de, de, de macula. En uh, dat zorgt ervoor dat om zich heen nou, de pest gewoon. De wereld gaat naar de kloten, ratten overal, et cetera, et cetera. Nou, in deel 1 um, eindigt het een beetje uh, dat hij, zeg maar, weggaat uit, uit, dat hij onwetend ontsnappen uit de wereld die er daar is. Uh, in dit deel um, zijn ze ergens anders in Frankrijk, in het zuiden, proberen ze een nieuw leven op te starten. Maar helaas, die vloek blijkt hem nog steeds in de ban te zijn. Die jongen, die droomt vaak over een eiland. En op dat eiland zou dan de oplossing zijn om die vloek eindelijk te, te niet te doen. En dat is wat je uh, gaat doen. En de gameplay is inderdaad van uh, 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 lopen, exploreren En vervolgens ook de actie bestaat uit. Oké, okay, dit is wat er gebeurt. Daar staan de vijanden. Uh, je moet daar terecht zien te komen. En hoe ga je dat aanpakken? En in deel 1, ja, ik ben altijd zo iemand van. Hé, hey, daar gaan we met mijn sling. Bah, bah, bah. Dat werkt. Dat werd meteen afgestapt. Want één klap van een tegenstander is... Was oud. Ja, in principe en, twee. Eentje om je neer nu te wel, krijgen. maar vroeger oh, niet. Ja, ja, ja. Ja, in de eerste deel was het vrij onvergeeflijk. En het probleem is: de munitie die je hebt, steentjes of inderdaad uh, met, met de ontbra ontbrandende steentjes of uh, de kruisboogmunitie, uh, is heel erg schaars. Dus je moet altijd nadenken: wat ga ik ermee doen? Uh, een mes kun je af en toe krijgen. Daar kun je inderdaad bijvoorbeeld in deze game één iemand mee neersteken. Maar je kunt het ook gebruiken om bijvoorbeeld een hele grote kist te openen... waardoor je weer um, allerlei spullen kan winnen. Dus je moet steeds nadenken. En omdat hij zo onvergeeflijk was, brak mijn geduld mij op. Maar ik baalde er wel van, omdat ook die game... zag er voor die tijd al buitengewoon aardig uit. Ja, verrassend goed. Als het wel studio's was, is een relatief kleine studio. Ja, ik zag dat ze ook Microsoft Flight Sim hebben. Bizar, wat dat ja. anders is. Dus ze kunnen wel degelijk wat. Ze hebben de Unreal Engine 5 nu gebruikt... En het is denk ik een van de mooiste games die ik tot nu toe heb gespeeld. Hands down. Sowieso ja. van 2022 is dit een van de mooiste uh, games gemaakt. Ja. Uh, niet in de laatste plaats door de fantastische vista's die je gewoon regelmatig ja. uh, ziet. Dat is, dat is echt gewoon de last was twee Uncharted. Uh, Vier zeg maar uh, ja. uh, materiaal echt prachtige omgevingen en niet alleen maar dit soort zonnige uh, Zuid-Franse omgevingen op een gegeven moment wordt het e de game net als de game worden ook de, de omgevingen uh, steeds donkerder behalve wanneer je op het eiland komt waar mm -hmm. je hoopt Hugo te kunnen genezen van die vloek zeg maar uh, want dat is ook uh, in het begin een, een hele kleur, een heel kleurrijk eiland ja uh, maar ja, de, de, de de omgevingen zien er fantastisch uit veel grote draw distance Echt gedetailleerde dorpjes, of ja. het nou mooie dorpjes zijn, of een, een dorpje wat helemaal vertiefd is door, die, door de zwarte dood, zeg maar. Mm -hmm. Weet je wel, de plaag. Ja, wat je hier ziet. Ja, en, en ja, je hebt ook die, die, die tegenstelling. We hebben het over de 14e eeuw, ik denk 13, ja, 13 nog wat. En je hebt enerzijds de arme bevolking die gewoon aan zijn lot wordt overgelaten. En uh, anderzijds heb je de, 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 de adel en dergelijke mm -hmm. die allemaal mooi in hun uh, kasteeltjes opgesloten zitten, uh, veilig van alles en iedereen. Ja, een lockdown. <laughs> een, een soort lockdown. Ja, ja precies. Af en ja. toe worden er ook uitspraken gedaan waarbij ik dan denk van, hm, hmm. dit is, <laughs> dit is toevallig. Dit ja, is wel heel toevallig. Het, het is, het is inderdaad een beetje toevallig. Ja. Um. Nee, ik ben het helemaal met je gelijk. Uh, uh, adembenemend. Uh, mijn vriendin zat al constant naast me om, om, om te kijken. Uh, omdat de game is heel verhalend. En ja. daarmee ook redelijk lineair. Hè? En hij is je moet, je ja. moet niet verwachten dat je hier in een soort van open wereld rond nee. vertoeft. Ik bedoel, er zijn grote gebieden waar je doorheen kunt. De gebieden in deel 2, kijk dit bijvoorbeeld. He. Helemaal ja. vertiefd, maar zo ontzettend mooi tegelijkertijd. Ja. Echt, Destroyed Beauty is dit. Ehm. Um, um, het ding is, het is redelijk open, maar je moet echt wel van A naar B zien te geraken. Nee, absoluut. En, en er zijn een aantal dingen veranderd aan, uh, uh, ten opzichte van het eerste deel. En of dat te maken heeft met de, 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 uh, de, 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 zeg maar, de comments van de community. Of dat ze dat zelf al zo hadden gewild, omdat dat nu kan met nieuwe hardware, et cetera. Ik weet het niet. Maar aan de ene kant hebben ze je iets meer linions gegeven, iets meer ruimte gegeven om. Iets meer je eigen speelstijl uh, te ontdekken. Nogmaals, uh, Rambo-stijl gaat niet werken. Maar uh, inderdaad, het zijn nu twee klappen die je kunt uitgeven. Uh, je kunt ook, uh, je kunt weglopen op een gegeven moment. Of misschien zelfs er langs rennen. Niet, niet echt langs langs, maar je kunt wegrennen. Waardoor je weer even onder een tafel kan gaan zitten. Waardoor je wat ademruimte uh, uh, kunt krijgen. En uh, feitelijk kom je de hele tijd in... Ja, ik wil niet zeggen arena's, maar in een omgeving terecht waar. waar ja, denk een beetje aan Gears of War, weet je? waar je weet van oké, okay, ik kan recht door, maar ik kan ook links af en ik kan via dat en dan kan ik daarboven en dan kan ik onlangs. Dus je hebt meerdere paden. Ja. En dat is wel grappig, want af en toe zag ik dat gewoon niet. Van, uh, dat, uh, dat is een van de kleine minpuntjes dat ik soms even niet doorhad: oké, okay, maar waar moet ik nu naartoe? Um, meestal wordt het dan wel aangegeven dat het een beetje een witte gloed heeft. Of, of uh, ja, en dan blijf je een beetje aan het rondlopen. Um, en dat ik soms zeg maar de, de alternatieven niet helemaal zag maar, maar dat ligt ook een beetje aan mij en het is gewoon een kwestie nee, van nee, nee? niet alleen jij want ik ook ik had af en toe moeite met uh, de pathfinding zeg maar ja. dat ik van uh, oké okay, van want het wordt niet duidelijk aangegeven van ja daar achterin moet je precies zijn nee dus ik uh, zeg ik wel soms, right stick van kijk maar dan druk je erop en dan verspringt je belt een beetje maar alleen dat doet hij meestal alleen uh, in, in de verhalende context of ja, gesproken okay, wordt. Nou. ja nee uh, zie je dat daar en dan Staat de press RS, weet je wel, rechtstik. En dan uh, wordt er ergens op gefocust. Maar het gebeurt ook regelmatig niet. En dan wil het nog wel eens zo zijn dat ik echt een rondje aan het lopen ben, bij wijze van spreken. En dan dat het me volledig ontgaan is waar ik nou precies ook alweer moet zijn. Mm -hmm. Overigens zien we, hier, uh, zien we hier een scène waarin het uh, een, een, eigenlijk een nieuw element wordt toegevoegd. Mm -hmm. Dat hebben we in deel 1 volgens mij niet gehad. Het feit dat Hugo uh, de ratten kan besturen. Ja. Um, je hebt een soort van uh, Peter Parker-instinct, een Spider-Man-instinct, maar dan met ratten. Dus je, als je dan op de stick drukt of iets dergelijks, dan, krijg je zo, dan kun je vijanden zien lopen door muren heen. Als, als een gele silhouette, zeg maar. Maar je, er zijn ook momenten in de game dat jij uh, de controle kunt uitoefenen op de opgeroepen ratten. En die vervolgens kunt gebruiken om vijanden aan te vallen. Um, en zo zijn er meer uh, combat-elementen, aanvalselementen toegevoegd. Om uh, wat meer variatie aan te brengen in dit tweede deel. Ten opzichte van deel 1. En daar zijn ze wel grotendeels in geslaagd. Ja, ook nieuw is, uh, maar ik ben even die. Je hebt, je hebt, um, je hebt een, ze kijken naar hoe speel jij de game. Ben je heel erg stealthy? Ja. Ben je toch wat agressiever? Doe je heel veel met potions, weet je wel. En um, na, naar aanleiding van wat je doet in de game, unlocken, als het ware. Perks, of kun je krachtiger worden in die ja. speelstijl? De skills uh, die uh, worden beter. Ja, dat is, dat is wel, uh, wel grappig. Het is soms wat lastig om, om te zeggen: van nou, oh, maar dan wil ik die andere ook gaan doen. Uh, maar het grappige was wel, ik, ha ik, ik zag dat, ben er even niet op doorgaan, op een gegeven moment. Plop, Krijg je dat gewoon te zien van nou, je doet nu heel veel stelt, Wat al heel knap is voor mij. En uh, we hebben dit even gewoon geüpgraden. Dus daar ben je nu. Op bepaalde aspecten ben je nu nog beter. Ja. Als spelende zul je merken dat je van alle vier de elementen, alle vier die skills die je hebt. Ja. Dat daar op een gegeven moment steeds wel weer iets, iets aan toegevoegd wordt. Het ene ja. wat meer dan het ander. Maar ja. tof dat het gebeurt. Want als, je, als jij inderdaad iemand bent die. Even een snelle, skill, snelle kill. Mm -hmm. Dan weer een sprintje trekken. En dan weer huppatee, Netjes hier in, het, in de struiken verstoppen. Dan zul je bijvoorbeeld zien dat jouw voetstappen wat zachter worden. Bij ja. Bijvoorbeeld tijdens het rennen. En nee. dat is weer heel handig bij uh, gevechten die nog komen gaan. Ja. Uh, de AI is, uh, is oké. Okay. Is niet. Specta, specta, spectaculair. Uh, maar ze doen wat ze moeten doen. Uh, af en toe heb ik wat dommigheden gezien. En af en toe vond ik dat ze verdomd goed uh, in de gaten hadden. Um, uh, wat ik deed, het is um, qua, qua moeilijkheid. Want dat is natuurlijk een beetje van. Uh, kijk, je kan hem eigenlijk op drie settings spelen. Als je hem op uh, Easy speelt, op een gegeven moment ben ik een klein stukje gegaan. Want ik moest, ik moest hem vannacht. Ik moest doorgaan, weet je wel, en dan moet je nog steeds wel alles doen. Maar dan kan je bijvoorbeeld niet doodgaan. Dus dan kun je wel de hele tijd klappen krijgen. Maar je, je blijft leven. Jesus. Wat een uh, noob shit zeg. Ja, maar ja, goed. Als je nog maar, uh, ik wil ook nog een paar uur slapen. En ik wilde gewoon even zien waar, waar het naartoe ging. Uh, normal, uh, daar heb ik eigenlijk 90% van de game op gespeeld. Uh, en dan heb je nog de hard mode. En ik denk en je dan. Hebt ook een nieuwe game plus. New game plus. Ik denk dan dat het de gaat in een zit. Dat je bijvoorbeeld inderdaad bij één klap dood bent. En niet bij uh, twee klappen. Is het extreem moeilijk? Dat valt wel mee. Um, maar je moet gewoon wel nadenken wat je doet. En. Ja, want ook de. de. de, de sequence van. Um, vijanden die bijvoorbeeld op je afkomt. Um, ja. Dus op een gegeven moment heb je van die set pieces. waarin eerst gasten met alleen speren en geen helm komen. Ja. Iets later komen er dan twee gasten in dikke armor achteraan. Ja. Dan komen er weer twee met uh, uh, ja, helmen op die je, die je dus niet met een maalsteentje kunt raken. Mm -hmm. Dus je bent eigenlijk steeds bezig van, het is ook een, een puzzel op zich, van oké, okay, hoe pak ik die vijand aan en wat doe ik vervolgens bij de volgende vijand die eraan gaat komen. Ja. Uh, dat is ook soms een beetje trial and error. Hetzelfde geldt voor de puzzels waar ook uh, ratten in ja. involved zijn. Want die zijn wel heavy, uh, Een stuk heavier dan de vorige deel. Uh. Ja, en je hebt, uh, mogelijkheden, je hebt ook mogelijkheden om. Uh, je kunt de ratten besturen in een later stadium, ja. maar uh, lang niet allemaal. Uh, je kunt uh, iets neergooien wat ze aantrekt. Dus ja. waardoor, ze even, waardoor er een pad ontstaat. Je hebt nu uh, dus die, die, die je hebt vuur en dan ook nog een um, teer. Teer ja. versterkt de, de bron van het vuur. Ja. Dus zodat het pad nog breder wordt. Maar je bent constant wel bezig met de juiste uh, moves doen. En uh, ja. soms vergt het nog wel wat uh, pressure. Want. Dan, uh, vuur gaat op een gegeven moment weer uit, bijvoorbeeld. Ja, je dus je moet wel snel, ja. Je moet snel handelen. En uh, met die pressure wil je nog wel eens fouten maken. Of ja. dan denk je dat je nog ruimte hebt in het licht. Want de ja. ratten blijven weg van het licht. Maar dan sta je net weer iets te ver. Uh, ja, op, die, ja. op die grens tussen licht en schaduw. En dan pakken ze je weer. En, maar en bij, je bij ratten kom je niet weg. Als je je te pakken hebt, is, is het dan. Heel je, af en toe, als er weinig ratten zijn, dan kun je er nog net. Ah, uh, 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 ja. kun je er door, doorheen lopen. Uh, maar te veel, dan, is het, dan ben je de lul. Je moet ook. Uh, dat vond ik ook wel leuk, is dat, um, je, kijk, doe in zo'n, dit is dan ook weer zo'n arena, dan moet je naar een bepaalde spot toe, waarbij je dus gaat nadenken, oké, okay, hoe, hoe moet ik vuur gaan gebruiken? Doe ik dat met die, hè? je hebt die steentjes die, die, die ontvlamd zijn, je hebt, je hebt kruiken waar je teer in kan doen, je hebt allerlei verschillende mogelijkheden. Nou, om die mogelijkheden te kunnen gebruiken, moet je die kistjes vinden. En in die kistjes zit dan weer de grondstoffen ervan. Ik heb een paar keer gehad dat ik doordat ik verkeerd gooide of dat ik even niet wist wat ik moest doen, dan, mm -hmm. dat ik dan bijvoorbeeld bij wijze van spreken, twee kruiken kapot gooide op een plek die niet nodig waren, had ik geen grondstoffen meer. Dan is het toch klaar. Bedoel, je, je, heel vaak hebben games dan dat die kistjes de hele tijd blijven aangevuld. Is hier niet zo. Nee. Dus dan moet je je maar even door een rat laten aanvreten um, en weer beginnen. Want feitelijk, er zitten geen save games in. Kan je niet zelf doen. Ja, nou, als je stopt met de game. dan, dan pakt hij gewoon automatisch de, de laatste save point. Ja, maar in principe. Uh, word je eigenlijk gewoon een stukje teruggezet. En over het algemeen. Moet ik, uh, moet ik zeggen dat dat niet heel ver terug is. Nee, de game is wat dat betreft. absoluut niet onvergeeflijk. Nee, en precies. En ik denk dat, dat daar zit voor mij. Uh, en, en, en voor een bepaald type gamer. de aantrekkingskracht in van hij is. We hebben natuurlijk net Scorn gespeeld, waarbij we een fantastische, mooie omgeving hadden, maar waar we eigenlijk met z'n allen zeiden: van oké, okay, qua gameplay had het wel wat meer mogen zijn, is het wel een game. Dit is absoluut een game, maar ik denk wel, de makers hadden zoiets van: ik wil dat je je best doet, uh, ik wil het wel uitdagend maken, maar ik wil ook dat je geniet. Van wat er gebeurt om je heen. Dus ik ga je ook niet honderden vijanden op je afsturen en dat soort dingen. Dus, en dat vond ik wel prettig. Het tempo waarin ik kon spelen, en het zijn Adoel. 17. Ja, dit, dit kunnen er zomaar 30.000 op je scherm zijn, net van die ratten. Nee, dat is waar. Maar huh? 17 chapters zitten erin. Ga ervan uit dat het allemaal ongeveer tussen een half en anderhalf uur zit. Dus bij elkaar denk ik dat je binnen 20 uur kan je het, het einde wel halen. Um, maar dan heb je, je... Je bent bezig met een interactief avontuur. Ja. En, um... en een goed geschreven avontuur ook weer, moet ik zeggen. Dat ja? vind ik ook al bij Innocence. Emo, de de emotio -lading, emo, emotionele lading is regelmatig voelbaar. Ja. Um, je, je, je bouwt echt die band verder op die je al uh, hebt opgebouwd... als je uh, Plague Tale Innocence gespeeld hebt. Mm -hmm. Met Amicia en uh, Hugo. En in uh, een zekere mate ook Lucas. En de andere mensen die je op je pad treft, in die jou in bepaalde fases van de game helpen. dat ja, klopt. Uh, het zijn goed geschreven characters. Het verhaal is ook gewoon goed uitgeschreven. Um, vond je het niet wat net even te lang? Nah, nee, 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 nee. Ik vind dat ik vond het wel meevallen. Ik ik hoorde bij Innocence dat veel mensen het op een gegeven moment een beetje te langdradig vonden ja. worden. Um, was ik het wel voor een deel mee eens. Mm -hmm. Maar ik ben eigenlijk van het begin tot het einde uh, in deze game. Ik heb hem vannacht aan kunnen uitspelen. Ik ben echt wel invested geweest in, ja. uh, in deze game en, en in het verloop ervan. Ik, ik moest even wennen aan, um, want ik geef je gelijk hoor, maar ik moest wennen. Je speelt natuurlijk eigenlijk met een. Uh, ik, ik, ik weet niet hoe oud zij is. Zij lijkt mij. Ze is oud genoeg om seks te hebben. Oh, oké. Okay. De, denk ja, ik. Dan, ja. dan, dan, dan is het 18 plus. En je hebt natuurlijk te maken met Hugo, wat een, een kind is. En dan heb je Lucas, dat is een beetje een jongen met, met allerlei alchemistische trucjes. Nou, dat lijkt me een puber. En um, Hugo is natuurlijk heel kinderlijk. Dus uh, af en toe dan loopt. Ja, oh, het oh, het Weet je wel. En zij, zeker in het begin, uh, is, is vaak ook bang. Dat, dat is wel mooi. Zij ontwikkelt zichzelf ook tijdens die games. Ze wordt steeds kwaaier op, op de wereld. En zelfs. Agressief, uh, waarbij uh, Hugo en met name Lucas dan zeggen: van uh, alsjeblieft, nou, maak nou niks dood, weet je want dat moet je niet doen. Dus hij worstelt daar een beetje mee. Maar het zijn natuurlijk niet de. De, on, de de onverschrokken helden die we uit games kennen, weet je wel, die altijd het is het heel veel ja, ook ook dat vind ik dat vind jij toch? Ja, is ook zo. Dat de kwetsbaarheid van zo ja. iemand, want gisteren ik ik hem ook en toen zei iemand ja, waarom waarom is die die grote stoere ridder niet de hoofdrolspeler? Ik zeg ja. maar we hebben al Gears of War, weet Ja, je wel? nee, is ik zo. We, we hebben nu hier gewoon een een, een, een meisje en haar broertje. Ja. Die super kwetsbaar zijn. Die in een positie zijn waar ze absoluut niet om gevraagd hebben. Nee. En ja, die nu moeten roeien met de riemen die ze hebben. Uh, Pan intended hier op dit moment op de boot. <laughs> maar uh, en, en die, ja, die terwijl ze gaan aan het leren zijn. En, ja. en, 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 en mo moeten dealen met emoties en met, met uh, leven op zaken van leven op dood. Nee, maar wat ik, wat ik bedoel, van kijk, jij hebt een kleine en ik heb. Sorry, wat? Oh, oh. ja, nee. Ja, een kleine dochtertje. En dat is weer een leuke. Die, die, wordt, weer uit, die wordt weer uitgekipt oh, uh, binnenkort. Oh, oh, Voor short. Nee, ja. is en uh, uh, jij hebt een dochtertje en ik heb wat minder geduld met kinderen. Bijvoorbeeld in het begin, um, ga, het, 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 het einde, het begint echt dat je met Hugo... Uh, die, heeft, die zit helemaal in zijn kinderlijke fantasie, weet je al uh, een minuut of vijftien. En ik denk van, nou oké, okay, let's go. Ik snap het, het is tutorial, maar um, het, het, het gejammer van dat kind dat ik op een gegeven moment... Denk, nou, hou nou toch alsjeblieft even je werk dicht met dat gejammer. Maar dat is natuurlijk dat kinderlijke. En op een gegeven moment raak je wel zoiets van... Je wil ze beschermen. Uh, um, de moeder die ze de hele tijd weer loslaat. Uh, om, om, want, ja, want zij zegt ook de hele tijd van... Oh, we moeten doorgaan. Want, want oh, misschien overleeft Hugo het niet. Misschien overleeft Hugo het niet. Dan kan je ook zeggen van... Ja, dat, dat weet ik nu wel. Maar ik kan me voorstellen als je zelf een kind hebt... Of, of, of je broertje. En, en, en er moet tempo bij gebaat zijn. Dat het logisch is dat je dat ook zegt. En dat vind ik wel mooi van deze game. Dat ze niet hebben getracht om dan maar... het Voorkomen te vergamificeren in onverschrokken vijanden, die honderden. Nee, uh, de kwetsbaarheid en de zwakheid uh, laten ze zien. En, um... Al is het wel zo dat uh, de, de, deze kinderen, dat zijn het eigenlijk toch nog wel een beetje. Al is zij. Ja. De kind staat wel een beetje uh, ontgroeid... maar. De, ze komt wel gruwelijk aan het eind, hoor. Voor, okay. uh, vaak genoeg. Als het niet gewoon met een, een fucking ja, bijl op ja, ja, de hoofd uh, is, dan wel met een speer door uh, erheen uh, en yeah. uh, noem het allemaal maar op. Oh, ik dacht dat je nu al een echt een enorme spoiler uh, erin gooit. Nee, ik, ik nee, 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 nee nee nee. Oh, nee, 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 nee. Maar ik bedoel, deze game spaart niks of niemand. Nee. ook niet uh, de hoofdrolspeler. Nee, zeg maar. en, en er zit een hoop ranzig, uh, ranzigheid in. Dus ook vanwege de pest, uh, ik noem het dan maar even, de pest die daar rondwaart, die, die verschrikkelijke dodelijke ziekte. Um, ja, dat, het maakte een, een, een bijzonder intrigerend uh, avontuur. Um, ja, een avontuur mm. dat wel gezegd dient te worden. Um, 30, tussen de 30 en de 40 fps draait volgens mij op de next-gen consoles. Um, ja, zeker, ik heb zeker wat stotteringen gehad. Ik heb één keer een soort van dat hij dat, 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 dat bevroor. Uh, ik heb hem op de Xbox Series X gespeeld. Jij hebt hem op de PC gespeeld? Nee, op de Series X wel. Okay, ja, het schijnt wel dat je de, 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 de framerate kunt unlocken op de PC. Ik hoorde iemand al. Ja, praten. ja ik heb ik, ik hem gelukkig op de PC op 100 FPS kunnen spelen. Nou, dat, dat scheelt nogal wat. Maar ik vind nou ja, het, wel het is een, een dingies, teleurstellend he? dat die. Nee, uh, God of Knight, uh, deze, dat komt nu allemaal naar voren. De Protocol heeft vandaag alweer bekendgemaakt dat ze 60 frames per seconde. Het is wel een ding. Ja, ik. Maar dat ben ik hoor. Ik, ik, ik merk het wat minder. Um, misschien boeit het me wat minder. Uh, omdat ik, het is niet dermate moeilijk is dat je het nou per definitie nodig hebt. Ik vond wel af en toe stotterde het een klein beetje. Ja, technisch is deze game zeker niet perfect. Uh, nee. Uh, er is af en toe echt wel. Uh, er zijn frame drops. Uh, de, de slowdown is regelmatig aanwezig. Zeker bij de wat grotere gebieden. En wanneer ja. ook uh, een, een shitload aan uh, ratten op je afkomt, ja. bijvoorbeeld. Dan merk je wel van oké, okay, dit is niet helemaal optimaal allemaal. En hetzelfde geldt voor wat, wat kleine andere uh, technische onvolkomenheden. Dat, ik, dat mijn companion ergens blijft hangen, waardoor ik niet kan progressen in de mm -hmm. game. Ja, um, ja Amicia, dat had ook, ja. Die, af toe, Amicia, die op een gegeven moment ook een keer vast zat in een, in een kistje bijvoorbeeld. Ja. Uh, ja, dat soort dingen, daar wil je natuurlijk niet tegen aanlopen uh, in een game als nee, deze. Nee, feitelijk volgt je companion, volg je dan. Dat heb ik ook een keer gehad. Dat je, dat je over een, een, een muurtje heen sprong en dan moet je dekken. En dan bleef hij erop zitten. En, weet je wel, kom op, kom er vanaf. En dan, toen liep ik weg en toen was ik helemaal aan het einde gekomen. Ik draai me om en... Het, wat de fuck is die gast nou? Weet je, en die bleef daar zitten. Moest ik weer helemaal teruglopen en dan over dat muurtje springen en weer terug, en dan liep hij met je mee. Dus dat is wel af en toe vervelend, maar ik moet wel zeggen, in een tijdperk dat ook heel veel games gewoon niet af zijn, um, deze game is denk ik, ja, weet je, 2019 kwam Innocence uit, Het is nu 20, 2022. Deze game komt uit. 20 uur gameplay, makkelijk als je ook als je niet als een mogol gaat rondrennen, maar ook geniet van wat er is. Um, vind ik het een. Prima prestatie en de dingen die we zien, die ik denk dat ze die kunnen patchen de komende tijd, weet je wel. Het zijn geen onvolkomenheden waardoor de gameplay in een keer gewoon helemaal wegvalt. En nee, ik verwacht eigenlijk wel een day one patch, maar ik, ik heb hem zelf niet nee. gedownload. Maar er zal ongetwijfeld nog op korte termijn iets komen, inderdaad om te downloaden, waarmee een, een hoop van de technische onvolkomenheden verwijderd zijn. Ja, um, één ding wat misschien wat jammer is, is dat. Um, feitelijk al die missies hè, het zijn chapters en die chapters zijn onderverdeeld in, in, in stukken. Uh, ene chapter is wat langer, andere chapter is wat korter en dat eigenlijk uh, je krijgt steeds een stuk verhaal en dan vervolgens loop je wat door een gebied heen en vervolgens komt de actie en dat de actie eigenlijk altijd geweld is. En soms had ik dan ook wel wat andere dingen gewild um, omdat dat er misschien kan eentallen. Ik, ik weet niet hoe ik dat moet verwoorden, maar... Um, ja, misschien had het ding ook op een andere manier soms opgelost kunnen worden. Je bent wel eigenlijk de hele tijd van... Oh, daar zijn de ratten weer. Oh, we moeten weer weglopen, weet je wel. dit en dat doen. En dan ga je weer verder. uit oh, er zijn de ratten weer. Op zich ja. zit er wel een voldoende dynamiek tussen. Want je bent niet ja. alleen bezig met de ratten. Je bent ook bezig met de, de, de menselijke tegenstanders natuurlijk. Ja. En uh, daarbinnen zijn er redelijk wat mogelijkheden. Meer dan in het vorige deel. Om die verschillende vijanden te lijf te gaan. Of om er gebruik van te maken. Ja. Uh, maar... Um, het, het, het is meer het, uh, bijna argetype archetype van combat en stealth. Wat we vroeger al vaak. Genoeg nee, hebben snap gezien, ik maar, zeg maar. Als je, je, kijkt... je een, een steentje die kant gooit om te distracten. Nee, en dan ja. vervolgens die kant op sneaken. Of uh, de, de andere kant op sneaken. Dat soort dingen hebben we natuurlijk al vaak gedaan in games. Absoluut. En Wat dat betreft doet uh, Requiem niet heel veel nieuws. Nee, nee. En, en misschien als ze bijvoorbeeld. Als je kijkt naar wat Naughty Dog doet, dan zie je vaak dat, dat 70% is inderdaad actie, maar dat ze ook soms een level hebben die totaal iets anders brengt. Even een totaal ondertype gameplay ertussen. Maar dat hebben ze hier ook. Ja? We, we zagen het eerder: dat schieten vanaf die boot. Uh, je hebt die, 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 uh, die stukken waarin je moet wegrennen voor de ratten, bijvoorbeeld, mm -hmm. of voor vijanden. vijanden. Dat, dat gaat dan met die, weet je wel, die, die camera voor je of achter je. En dan ja. uh, naar links, naar rechts uh, rennen. Noem het dan maar op. En zo zijn er nog meer van het soort. Uh, je hebt ook een, een stuk wanneer je op dat eiland bent bijvoorbeeld. En dat je op tijd achter een hek moet klimmen. Of achter een hek moet zitten. Omdat uh, zo'n gast een, een soort op kopje afstuurt. En als ja. je niet op tijd. Achter dat uh, hekje zit, nou dan, dan, dan hakt hij, dan chopt hij je hij je kop eraf, weet je wel. Dat dus er zijn, er zijn genoeg van dat soort elementen om even een break ja. Uh, uh, te, te, te ja, een break te verzorgen van het reguliere uh, geweld. Hmm. Nou, oké, okay. en dat ja. maakt dat voor mij de 20-uur uh, eigenlijk. Een dipje hier en hier, daar gelaten. Ja. Dat het 20 uur lang echt wel gewoon genieten gebleven nou, is en, geweest. En, voor en mij. Het mooie van deze game is dat ze um, ook proberen om, om gamers die niet uh, de tijd hebben om, weet ik wel, 10 uur achter elkaar te gamen. Uh, maar bijvoorbeeld uh, s avonds een uurtje of twee willen gamen. Die, die, het zijn echt chapters van maximaal. ...uur anderhalf, weet je wel. Sommige zijn korter. En het grappige is, op het moment als je bijvoorbeeld begint... ...of je, je eindigt bij, uh, weet ik wel, je, je hebt chapter 4 gespeeld... ...en de volgende dag of twee dagen later ga je met chapter 5. Fuck, weet je wat was dan nou ook allemaal aan de hand? Je krijgt altijd een soort van inleiding. Van, Oké, okay, dit ja. en dit is gebeurd en dit en dit ga je doen. Ik vind dat heel slim, want het maakt ervan... ...dat je ook gewoon elke avond als waar het een televisieserie... Uh, een, een, ...een stuk kan spelen, samen bijvoorbeeld met je, met je vriend of je vriendinnen. Um, ik vind dat tof gedaan ander klein minpuntje is, de wereld is waanzinnig. Detail is heel erg hoog, maar de NPC's die er rondlopen... Um, die zien er wat, nog wat knullig uit. Hier, ja, daar, en, ja. En, en, en ook bijvoorbeeld die, de, de soldaten zonder helm, de, ja, die, die zijn vaak dezelfde gast, weet je wel. Kwam, ja. Kan zijn dat ze gewoon net even geen tijd meer hadden om dat te fixen. Uh, als, ze da, als die NPC's, want je kunt ook weinig met die mensen. Ik bedoel, het, het is daar... Um, ja, het's, het's, het, maakt de, het is niet dat de game daardoor slechter is of zo, maar het, het had het nog, 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 nog vetter gemaakt als, als daar ook nog wat gebeurd is. Want je bent eigenlijk alleen maar met je missie bezig, je kunt, je kunt weinig met de omgeving um, interactie uh, plegen. En dat, dat is wel jammer, want ik vind namelijk die steden, um, ik heb weinig mooiere... Middeleeuwse steden gezien. Qua, qua de steegjes en, en de, de Butcher District. En dan waar zijn we nu? Ja, dit is weer. Hier is de markt, weet je wel. Al die marktkraampjes met dit en dat. Het is echt heel tof gedaan. Alleen ja, het, je kan er niet zo heel veel mee. Maar ja, goed, goed. Dat is wel een het, beetje het, het, zoeken het, het naar. Is al een, het is een set piece, zeg maar. Weet ja, je wel. het is. Het is. Uh, het vormt de backdrop van. Het zwaar uh, verhalende ja. aspect van deze game, natuurlijk. Um, weet je. It, it, het is, hoe zeg je dat? Het is ruimteopvulling bij wijze van spreken, maar wel prachtige ruimtevulling. En het zorgt wel dat alle verschillende gebieden, of het nou gaat om Marseille of om het eiland dat je gaat bezoeken, of de andere gebieden die je bezoekt, het zorgt er echt voor dat de omgevingen bruisend zijn, leven zeg maar. Ja, nee, absoluut. Het is een genot om naar deze game te kijken. Ja, volgens mij hebben we er alles over verteld. Het is gewoon een single singleplay game. Er zit geen co-op in. Er zit geen multiplayer in. Het is uh, 20 uur. Je kan inderdaad nog moeilijker. Nieuw game plus. Um, ik weet niet of ik dat nou zou doen. Um, ik denk dat de game dan net even te weinig uitdaging heeft om het nog een keer te proberen. Um, nou ja, het is wel vet, uh, 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 prettig op zich dat je uh, in ieder geval met de, de, de skills en, en, de, en de, de items die je hebt. Of uh, zeg maar ja. die, 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 de upgrades. Dat je die meeneemt in de New Game Plus. Ik heb, ik heb namelijk nog niet alles helemaal compleet. Nee. En ik, ik zou zomaar wel eens New Game Plus kunnen opstarten. om al die uh, upgrades en dergelijke. en skills helemaal uh, te up, uh, vol te hebben. Ja. Zodat ik kan zien wat dat nog toevoegt. Uh, maar aan de het, game. Het, het is geen game zoals een SS Creed. Waar, waar, waar de completionist uh, nu echt gevoed wordt met. van je kan allerlei dingetjes vinden. Nou, en eigenlijk... Die zijn er ook wel. Ja. Uh, verschillende bladen, ja, nee, verschillende je veren. Die kun je ook nog allemaal zoeken. Dus, ja. Er is absoluut wel voor hoeveel completion is hoor. Maar ja, goed. Ik ben niet, dat... niet zo'n guy, maar... Nee. nee, ik vond het hier ook niet echt soort van... Dat de developer heel erg jou probeerde te triggeren om dat te doen. Het is er. Ik liep op een gegeven moment inderdaad tegenaan dat je een pamflet... En dan ben je een soort van achtergrond uh, uh, die je dan uh, kan opslaan. Dan kun je later nog naar kijken. De, de bedoeling is gewoon... 20 uur lang een, een waanzinnig uh, pakkend uh, uh, en vooral heel mooi vormgegeven avontuur beleven. Ja, ik heb er ontzettend van genoten. En um, uh, ja, bedoel, ik vind het überhaupt de aankoop waard. Dus als je een PlayStation hebt, dan is dit echt een hele mooie game. Ja, van de Switch weet ik niet hoe die technisch draait. Nee, maar, dat, 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 die code hebben wij niet gehad. maar Je krijgt weinig switchcodes aangeboden. Het lijkt mij niet dat die dit kan draaien op de manier zoals. Als die op de Xbox Series X al af en toe een beetje heeft, dan ja. wordt het wel heel erg lastig. Ja, en dat deze game dus ook gewoon op day one op Game Pass staat, is natuurlijk uh, wat mij betreft bizar. Zonder nou te zeggen van je moet Game Pass nemen, maar bedoel, ja, wauw. Uh, we, uh, we hebben in een tijdsbestek van een week hebben we toch twee bijzondere titels uh, op Game Pass uh, gekregen. Scorn en een PlayTale uh, Requiem. Ja. Uh, goede move, goede ja, move. Nee, absoluut. Ik bedoel, dit, dit zijn wel echt. Uh, uh, en dat maakt het wel leuk, omdat het ook weer uh, waar, waar een God of War eigenlijk je weet precies wat je weet dat het topkwaliteit geworden is. Dus, dus mensen kopen dat wel. Is dit dan weer zo'n game? En, en dan kijk ik naar mezelf ook, waarvan ik dacht, ja, gaat dit mij nou bevallen of niet? En ik denk dat er heel veel mensen prettig verrast gaan worden als ze dit gewoon eens gaan uitproberen. Alleen is het al om, het ziet er glorieus. Ongelooflijk mooi uit ja. en um, complimenten. Wat ik, wat ik wel moet zeggen is: um, wel een beetje nasty om uh, Innocence een tijdje geleden van Game Pass af te halen. Heeft er een ja. tijd op gestaan. Ehm. Ja, ja, ja. um, maar ja, goed, als mensen drie jaar geleden hadden geluisterd naar uh, mijn oordeel over Innocence, dan hadden ze hem toen al gewoon kunnen checken. Of ja. in de uh, periode daarna dat hij wel op Game Pass stond. Maar het is dan wel een beetje, een beetje nep dat je dan die game voor de release van deze... Want ik, ik zeg ook tegen iedereen, nee, je doet er echt wel... Ja, is er meerwaarde? Je, nee, je, je doet er echt goed aan. De context bijvoorbeeld, ja. wel? Hugo en Amicia, uh, wa, wat is er gebeurd? Ja, nee, dat, daar word je vrij. Dat, 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 dat is niet heel erg dat ze dat uitleggen. Ik bedoel, je begint, je, je pakt er gewoon weer op. Ja. ja, maar dan is het wel fijn om het ja. de eerste deel gespeeld te hebben. Dat, dat raad ik ook iedereen aan om eerst gewoon het eerste deel te spelen. Ja. Eh, gevolgd door deze. Mocht je in staat zijn uh, om dat uh, te doen, uh, want maar, dan heb je een prachtig twee Maar dan zou je kunnen zeggen van, oké, okay, dankzij Game Pass deze game krijg je dan maar voor. 10 euro en volgens mij als je Game Pass hebt, dan kun je ook de andere game met korting weer kopen. Oh, dat zou goed kunnen. Ja, maar goed. Um, dat wist ik niet, want ik wilde jou inderdaad vragen van doe je er goed aan om deel 1 te spelen? Nou, het antwoord is inderdaad gewoon ja, uh, alleen al vanwege het verhaal. Zeker. Uh, om dat nog beter te weten en dan zit je er nog meer in. Maar ik, uh, ja echt een, uh, wat mij betreft absoluut een aanrader op alle platformen om te spelen.